Goedemiddag allemaal en welkom bij deze soort van weer. Wij gaan verder met een let's play waarvan jullie dachten dat ik een beetje stop. Je bent er helemaal niet mee gestopt, je bent gewoon op een veel te lange vakantie gegaan. Stevie, echt serieus, we moeten die appels halen voor Wigglytuff en snel een beetje. Je hebt er 1,5 jaar over gedaan, we hebben nu actie nodig. Appels? Wat? Wat? Hoe? Wanneer? Hoezo? Waarom? Je bent het echt vergeten, weet je wat we gaan... We gaan gewoon naar de guild. Chatot legt het je wel uit. Als we Chatot kunnen winnen tenminste, want het is lang geleden. Nou, Evelyn die zal het wel weten. Het is voor mij veel te lang geleden. Plus, ik doe dit nou ook in een livestream. Waardoor dat er dus ook nog eens een keer gezellige mensen achter de schermen in de chat mee zitten te kijken hoe dat ik aan het falen ben met deze opnames. Ik hoop dat jullie dit leuk gaan vinden. Goed, Chatot. Waar ben je nou weer om over aan het bazelen? Echt serieus, ik heb jullie al 1000 keer gezegd dat je nou naar de Apple Woods toe moet om eventjes een Perfect Apple te gaan halen voor de Wigglytuff Guild. Want serieus, onze guildmaster die wil de Perfect Apples hebben, dus schiet nou eens op. Jullie hebben al 1,5 jaar, we hebben bijna geen grote Perfect Apples meer. Maak dat je daar naartoe komt. Oké, serieus, ik heb de voorbereiding al gedaan, jongens. Ik ga het niet langer uittrekken. Laten we maar naar de Apple Woods toe gaan. Kan ik ook gelijk mijn uitleg gaan doen. Ja, dat lijkt me eindelijk wel een goed idee, ja. Laten we dat maar gaan doen, voordat we nog meer gaan bijtrekken. Goed, dus we willen gelijk naar de Apple Woods. Ik weet dat ik nog wat missies heb staan, maar we willen dus richting de Apple Woods. En we hebben Kinky Hyde hebben natuurlijk ook nog bij ons. Dus, dit is dus... Ik heb er 1,5 jaar op gewacht en dit is dus uiteindelijk de ingang van de Apple Woods. Ik weet niet wat dat voor een geluid is. Ik ga hier niet op reageren, want dat klinkt als een hele chagrijnige Eevee. Maar volgens Chatot's verhaal moeten we dus naar het diepste gebied van deze bossen. Dat is waar dat de perfecte appels zullen zijn. Ik wil een appel! Laten we ons best doen, Stevie. Ik ga mijn best doen, Eevee. Serieus. Oh, jongens toch, dit heeft veel te lang geduurd. Sorry! Ho, ho, ho. Kijk nou toch eens hoe dat ze daar wegrennen. Zullen we achter ze aangaan? Kom op! Appels! Heerlijk om er zo'n chat uit te hebben. Goed jongens, nou, ik heb in de vorige aflevering heb ik al de mechanics een beetje uitgelegd hoe dat dit spel werkt. En we zitten nou best wel een beetje met een nadeel. We hebben namelijk een probleem. We zitten hier vol met grastypes. Evelyn, waarom doe jij niks? Oh boy. Wait there, let's go together! Ja, ik moest al zo lang wachten. Ik denk dat ik ook maar eigenlijk hier zou gewoon blijven wachten. In ieder geval, we kunnen dus de moves kunnen we heel makkelijk pakken, want dan kunnen we quick attack doen. En zo gaan wij dus de Apple Woods. Apple Woods is nieuw, dus ik ga zo min mogelijk knippen. We zijn al bij de stairs. Goed bezig, Kinkyheid. Maar ik denk toch wel dat we wat meer items wel gaan hebben. Dus ik ga toch een beetje op zoek naar... de items. En niet te vergeten, jongens, natuurlijk ben ik hiermee verder gegaan. Omdat er natuurlijk is aangekondigd tot Mystery Dungeon. De Rescue Team. Tot die dus, zeg maar, uit gaat komen op de Switch. Ja, daar ben ik enorm hype voor. Nee, ik wil niet slapen. Goedemorgen. Nou... botervrij, ga aan de kant. Klopt het dat een nieuw Mystery Dungeon erg makkelijk is? Het punt is, het is een demo, jongens. Dus er valt nog weinig over te speculeren van wat er nou precies allemaal in de nieuwe Mystery Dungeon gaat zitten. Dus daar durf ik niet echt precies antwoord over te doen. Stevie, tegen wie ben je nou eigenlijk allemaal aan het praten? Tegen hele gezellige andere Pokémon die daar naast ons zitten, denk ik. Goed. Multitasken, jongens. Echt serieus. Ik heb eigenlijk geen idee hoeveel floors dat deze heeft. Het is echt lang geleden dat ik dit gedaan heb, jongens. Ik weet dat ik niet alles geëxploreerd heb, maar dat boeit niet. Wat is het met onze gelijk? Oh. Hallo, Sonic. Nou, Evelyn, dat is dus waarom dat we dus nou ook nog eens een keertje heel veel mensen bij ons hebben. Zodat we een evil boost kunnen krijgen. Voel me inderdaad een enorme lading sterker. Ja, dankjewel, Yeet-streamer. Dat dus. Maar in ieder geval, we hebben al heel erg veel geluk. Hashtag Luckyon. Want we vinden hier een pink gummy. Jee. Kunnen we weer gummy sap van maken. Zoals dat de vorige aflevering daar de hele aflevering over ging. Ik moet wel zeggen, jongens. Mijn vorige aflevering, ik vond ze wel een beetje langdradig, hoor. Waarom neem ik die stok niet mee?
Ik neem aan dat Evelyn het daarmee eens is. Ja, zelfs ik kan die geluiden maken. Ik vind het alleen niet echt heel erg fijn tot er een... Nevermind, Kinky Heid die poot. Ik denk dat ik daar een beetje minder enthousiast over ben. Ja, dat is dus ook één ding wat dus in deze afleveringen voor kan gaan komen. Dankjewel, Belzebul, voor de donatie en voor de hartverzakking. Ik weet niet of ik hier een fan van ben. Jeetje. Maar ja, nou heb je dus inderdaad in livestreams dus de kans om afleveringen te modificeren door dat soort geintjes erin te gaan gooien. Ivy is er in ieder geval enthousiast over. En ik moet hier maar de hele tijd op improviseren. Wat leuk. Goed. Peres wil onze team joinen? Nee. Ik heb het al druk genoeg heel eventjes met wat er allemaal wel niet gebeurt. Ondertussen ben ik gepoisoned, waar ik al helemaal niet blij mee ben. Dus er gebeurt nou zo erg veel tegelijkertijd. Oh. In ieder geval, ik heb één foutje gemaakt. Wij moeten in dungeon mode zitten. Mijn excuses, jongens. Dat bedoel ik met er gebeurt veel te veel. Iedere keer zal er ook fanart in beeld komen dat naar ons toegestuurd wordt via onze Discord-groep. Discord-link staat in de beschrijving. En dit keer is de fanart ingestuurd van onze Fluff, die zo vriendelijk geforceerd heeft van... Gros TV, doe jij nou eens heel eventjes... Pokémon Mystery Dungeon heeft te lang geduurd. Echt serieus, we wachten nou al 1,5 jaar. Schiet nou eens op. Ik ben het er helemaal mee eens. Dus dat moet een de human form van Flareon voorstellen. En het grappige is, ik vind het geweldig, want ja, wij zijn veranderd in een Pokémon en Flareon is hier veranderd dus in een human. Fluff art, hartstikke leuk. Oké, nou in ieder geval, weer zijn we waar dat een ster zit. Ik denk dat ik hier dadelijk misbruik van ga maken, echt serieus. We hebben echt hier een voordeel bij, jongens. Oké, ik mis nu, dat is wel een heel erg nadeel. Ik doe gewoon... Wacht even, ik heb volgens mij geen Mega Elixir bij me, of wel? Ik heb geen Elixir bij me. Misschien moet ik een beetje voorzichtig doen met mijn moves. Weet je wat? Kijk, deze video's die worden nog wel geëdit, jongens, trouwens. Bijvoorbeeld, dit is een van die dingen die ik dus nu aan onze vertrouwde kijkertjes ga vragen. Dus, tot zo! Nou, volgens mij wil de meerderheid dat weer gaan onderzoeken. Nou, laten we dan maar gaan onderzoeken. Ik moet... Yeetstreamer, die surft gezellig met ons mee. Dankjewel voor de sub, Yeetstreamer. Wordt erg op prijs gesteld. Enorm bedankt. Dankjewel, Yeetstreamer. Ik moet zeggen, voor de Apple Woods moet ik wel toegeven dat we hier maar heel weinig appel vinden. Dus... we hebben wel weer een pink gummy. Weten we zeker dat het niet de Gummy Forest is? En ondertussen ben ik wel blij met die loot. Wil jij alsjeblieft niet het leven uit mij zuigen, alsjeblieft? Echt serieus, dat doet mijn baas al genoeg. Nou, maar hopen dat mijn baas niet mijn video's kijkt. maar ja, jongens, ik moet jullie heel eerlijk zeggen, let's plays. Ja, het probleem is, dit is gewoon knip- en plakwerk. Dat lukt mij wel, weet je wel? Dat is nog wel te doen. Maar ik heb het zo enorm druk gekregen de laatste tijd. Ja, dat... Ja, is gewoon een ding. Excuses daarvoor. Ivy, we snappen het allemaal. Ik bedoel, ik serieus. Ik heb zelf ook. Ik weet niet hoe lang vakantie gehouden. Dus, het ligt niet alleen aan jou. Is logisch. En je hebt heel veel mensen laten lachen door middel van die live beams. Of hoe dat je ze ook noemt. Dus, niet te druk maken en gewoon nog lekker die opnames maken. En af en toe, als je dus nergens weet om over te praten, heb je dus in ieder geval een chat tot je iets weet om over te praten. Dus, bijvoorbeeld, ik krijg nou dus een hele leuke vraag van Mitchy in de chat. En Mitchy die vraagt dus of ik van plan ben om de Let's Plays in het algemeen weer op te pakken. Nee, ik ben niet van plan om de Let's Plays op te pakken. Ik wil toch wel de Let's Plays doen zoals dat ik ze nou deel met Luigi's Mansion bijvoorbeeld. Appel! En dus inderdaad de Let's Streams aanhouden. Want streamen vind ik veel gezelliger dan Let's Plays, eerlijk gezegd. Want Let's Plays, ja... Ik kan me wat meer focussen op de games. Maar... Het verveelt heel erg snel.
Oh, volgens mij heb ik al... Ik kan geen Thundershock al meer gebruiken. Ik heb alleen nog maar Quick Attack. Nee, ik wil niet gepoisoned worden. Zullen we een Audishock even joinen? Ik vraag het heel eventjes snel aan de chat. Editor, knip. Darwin ingezonden door Yeetstreamer. Klinkt een beetje als Darkwin, maar dan Darwin. Laten we lekker Oddish gaan doen. Laten we lekker Odd gaan doen, nog leuker. Oké, nou. Team Courage! Oké, het eerste wat we willen gaan doen als we dus eventjes recruiten... dan willen we heel even kijken wat zijn moves zijn. Sweet Scent willen we zorgen dat dat niet gebruikt wordt. Acid is wel een hele handige aanval, dus die willen we zeker gebruiken. Goed. Enorm bedankt voor de inzending. En nou baal ik als een zeker dat ik in Thundershock kan doen. Ik ga hier toch mijn Quick Attack gebruiken. Zo! Darwin, neem het over! Pokémon Battle op zijn best ondertussen. Nou, we hebben de ladder gevonden. Ik wil nu... Oh, we beginnen al honger te krijgen. Ik wil wel even ondertussen snel wel doorgaan. Oké, nice. Op zich doen we het niet verkeerd qua... hoe heet dat? Experience. Nou, laten we even dubbel aan kunnen vallen. Dat is wel fijner. Klopt, ja! Waarom heb ik daar niet over nagedacht? Kinky Head gaat naar level 12! Hoppa! I leveled up! Great, ik ben weer een level omhoog gegaan! Ik ben vrolijk! Kun je zo vrolijk zijn zonder handen? Ik snap het nog steeds niet. Ik vind het geweldig. Ik weet niet waarom ik jou zo'n stem heb gegeven, maar blijkbaar geef ik jou zo'n stem! Klinkt een beetje als Stitch. Houd daar maar op. Clear Gummy gevonden. TM's, hartstikke handig. Brian. En Reviver... Slipseed. Het is een nep Sleepseed. Ik wil er wel een beetje de vaart in gaan houden. Oh, jij gaat je eigen deeltijd healen. Wil jij niet Magikarp naspelen? Ik zeg serieus! Ik was helemaal vergeten dat het broertje inderdaad van Gumball Darwin heette. We worden al een beetje dizzy van honger. Misschien is het dan toch wel de tijd om even nou iets te gaan eten. Nou, nee. Aangezien dat we een Big Apple bij ons hebben. En ik zie hieronder volgens mij een Max Elixir liggen. En daar ben ik eigenlijk best wel blij om, want ja, onze moves... Maar Pikachu hebben we nog niet echt veel moves die we nog kunnen gebruiken, dus... Ik ben wel blij dat we Max Elixir hebben gevonden, jongens. Dat is natuurlijk wel heel erg fijn. Oké, nu willen we even eten. Dus mag ik alsjeblieft één grote appel? That happened. Gelukkig hebben we er twee. Nee, ik had ook honger, dus ik pakte ook eventjes een appel. Jezus. Oeps. Hashtag fail. Nou ja, eigenlijk hashtag fail. Nou ja, mocht het fout gaan, hier hebben we weer een nieuwe appel. Ik heb weer een appel! Al hebben we op dit moment nog steeds veel meer gummies gevonden dan appels eigenlijk. Eens even kijken. Wat hebben we hier? Hier weer een gummy. Escape orb. I'm searching for an escape orb, but I couldn't afford the cost. Nee! Oh, gelukkig. Nou, in ieder geval zover dat ik de demo heb gespeeld van de Rescue Mystery Dungeon op de Switch. Sommige dingen blijken toch best wel moeilijker te zijn als eerst. Ik bedoel, hier heb je dus zeg maar een hele handige aanval. Namelijk dat je er gewoon de default aanval kan doen. Oh, zo cute wie ligt te slapen. Oh. En nou ben ik gepoisoned en lig ik te slapen. Dit is best wel slecht. Oké, nou wil ik eigenlijk best wel snel de ladder vinden. Auw. Eevee, sick hem! Oeh, nice flail. Nou ja, qua HP zitten we wel goed. Echt serieus. Appels zijn van Eevee. Ja, daar heb je een punt, Belgian Wolf.
Ja, ik zou inderdaad de chat aan een van de zijkanten kunnen zetten, maar ik vind de fanart vind ik leuker. En ja, mocht er verkeerd taalgebruik erin komen, dan ja, wordt het gelijk gecounterd. Dus sorry jongens, geen live chat in beeld. Danger zone! En ik kan nou niet healen, dus... Living on the edge! Oké, ik ga nou heel voorzichtig lopen. Ik zou... Combi heeft een orange gummy. Ik wil die orange gummy. Hi. Oké, jongens. Jullie gaan het gevecht aan. Ik ga gewoon hier staan. Eevee, je kunt dit. Oké, daar is mijn orange gummy. Oh, wacht. Onze inventory zit al vol? Oeps. Even kijken, we hebben 3 revival seeds. Wat doet een slip seed? Zal wel handig kunnen zijn ergens voor. We hebben zink, we hebben 4 escape. Even kijken, wat is dit? Warp seed. Ja, warp seed vind ik wel fijner als een escape orb. Oké, wat we gaan doen is ik throw deze gewoon even weg. En we pakken de warp seed op. Ja, is veel fijner. Het is veel fijner. Gewoon zo. Veel beter. Oké. Ik weet eigenlijk niet meer hoeveel floors dat er wel niet zijn. Wat ik wel weet is dat ik dit niet ga doen. Oh, nee. Nee. Oh boy. Oké, Eevee gebruikt de runaway ability. Mooi. Ik ben hartstikke bang. Ik ga er van tussen. Ik ga het niet meer zien. Kalmeer. Kom terug. Evelyn, niet alleen wegrennen. Dat is gevaarlijk. Evelyn, blijf bij ons. Nee, echt serieus. Ik wil dit niet meer. Ik vind het veel te eng. Nee, ik ga naar huis. Nee. Oh, echt serieus, Evelyn. Wat doe je nou? Oké, hier kunnen we wel even veilig healen. Oké, goed zo. Evelyn, niet meer wegrennen hoor. Oké, maar ik vond het doodeng. Och, arme Evelyn. Ja, dat is dus de runaway ability van Evelyn. Daar moet je wel mee uit gaan kijken, want inderdaad, die kan nogal devastating zijn. Oh boy. Doei. Oké, eens even kijken. Er komen hier 2 Pokémon onze kant op. Maar goed, in ieder geval wat ik dus heb gevonden, wat het dus moeilijker maakt qua gameplay. Je hebt dus zeg maar niet meer je default aanval zoals dat ik dus nou al een paar keer heb gebruikt. En... Juist, ik heb helemaal geen moves meer die Pikachu kan gebruiken. Je hebt dus ook niet echt een skipknop. En met de skipknop wil ik dus proberen te zeggen op het moment dat er dus tot er een Pokémon voor je neus staat. Oh ja, onze inventory die zit vol, hè. Oranberries zijn belangrijker dan escape orbs. Laat Eevee maar rust. Waar is dat? Een escape orb, wat leuk. Maar goed, in ieder geval, een skipknop is dus dat de Pokémon één move doen en terwijl dat jij niks doet. Hel dat we die willen hebben! Eens even kijken, wat kunnen we... Ik heb niet echt iets wat we... Weet je, die hebben we later nog veel nodig. Ik gooi toch nog een escape orb weg. Revival seeds zijn belangrijk. Dat zijn eigenlijk een beetje de belangrijkste items die je kunt hebben in dit spel. Nou ja, in dit avontuur. Ja, niet de vierde muur breken, Evelyn. Het is geen spel, het is een avontuur. Waarom ook niet? Heal seed. Jam! Restoort toch weer een beetje van je berry. Ja, van je belly. Niet van je berry. Het is niet druk. Poef.
Oh, nee. Kinky, doe me een plezier en doe even geen watergun meer gebruiken, oké? Oh, boy. Stop met Oddish aan te vallen! Daar zijn we revival seat kwijt van Oddish. Vergeet niet... Darwin heeft maar 37 HP. Dat is echt weinig. Ik moet een beetje mijn HP een beetje in de gaten gaan houden. Oh, fijn. Hier ligt al een... We hebben al Glooms. Ja, ik ga de mega... Ik ga hem gebruiken. Ik heb hem nodig. Max Elixir. Use it! Ik ben zo trots op Darwin. Evelyn is een level omhoog gegaan. Oh, joepie. Ik kan een nieuwe aanval zelfs leren. Even kijken. Growl. Ja, ik kan grommen. Grrr. 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 Ik doe het in mijn broek, zo bang dat ik ben op het moment. Het nadeel is, growl is niet heel erg handig... Doe maar niet, Evelyn. Nou, oké, maar ik ben wel level omhoog gegaan. Serieus, het kommetje van Eevee. Oh. Wat heel erg leuk is in de Mystery Dungeon Games... is van een special attacker hoeft geen special attacker meer te zijn. Dat vind ik een van de beste dingen die Mystery Dungeon voor je heeft. Nou, ondertussen doe ik zelf ook even mee. Ga ik ook even een level omhoog. HP gaat omhoog met 3 en aanval om 1 en dat en zo. Waarom ook niet? Darwin, die gaat naar level 12. Mijn level is net omhoog gegaan. Dat klinkt voor geen meter. Maar dat maakt niet uit. Gelukkig hebben jullie geen dialogue. Ja, alleen dat. Ik zat echt te denken aan Ardish. 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 Klinkt een beetje als Corphish. En Corphish is een main karakter. Dus ja. Nee. Doe me niet. Trap. Jee. Hoe diep gaat de Apple Woods wel niet? Vergeet niet, we moeten heel diep in de Applewood zijn om de perfect apples voor Wigglytuff te vinden. Auw. Dankjewel, Evelyn. Ah, nou ja, we hebben hier een health item. Special band. Oké. Special band kunnen we wel even... Oh, trouwens, nee, dan zit hij alsnog in je inventory. Hier is het niet dat het uit je inventory gaat op het moment. Even kijken, kunnen we die geven aan... Nou ja, Kinkyheid die gebruikt inderdaad wel de hele tijd wateraanval, dus... Oh, die had al een... Wauw. Nee, ik wil... Give aan Darwin dan. Hi. Bam! Je neus! Oh, echt serieus, jongens. Oké, als we de ladder hebben gevonden, dan ben ik nou een heel blij konijntje. Oh, dit gaat door voor eeuwig. Darwin, echt serieus, joh. You kick ass! Kinkyheid, ga naar level 13! Hey, ik ben weer level omhoog! Hoera, ik ben hier zo vrolijk mee. Ah, oh, Kinkyheid, echt serieus. Hashtag Kinkyheid. Kinkyheid is awesome. Oké, wat komen we hier tegen? Stuntseed. Ja, die willen we zeker eentje hebben. Items. Ik vind te veel spul. We hebben allemaal full health. Ik weet dat de citrusberry permanently, als je full health hebt... increase je HP... Nice. In ieder geval, jongens, niet te vergeten. De reden waarom dat ik nou dus de hele floor en alles laat zien... is omdat dit de eerste keer is dat wij dus naar de Apple Woods toe moeten gaan. Dus gaan wij hier voor random missies? Ja, dan wordt het inderdaad een highlight reel. Oké, we hebben de ladder weer gevonden. Oké, Deep Apple Woods, we zijn er. Kom maar met de dialoog. Ahem. Dit is het diepste punt in de Applewood. Toch? Nou, volgens mij wel. Maar volgens Chatot zouden de Perfect Apples hier ergens moeten zitten. Stevie, kijk daar! Daar, aan die gigantische boom!
Dat zullen wel de perfect appels zijn. De perfect appels. Schrei uit, Stevie. Oké dan, maar hoe gaan we die te pakken krijgen? Nou, als ik nou mijn donderschok... te makkelijk. Wie zei dat? Ik hoop dat mijn stem nog een beetje hetzelfde is. Wie? Jullie? Team Skull, at your service. Het is Sukkeltje en de rest van zijn crew. Waarom heeft het jullie zo lang geduurd? We hebben hier ondertussen een picknick van Perfect Apples gehouden, terwijl dat we op jullie aan het wachten waren. Waarom duurde het zo lang? Wat? Jullie hebben er zo lang over gedaan. Ik zit vol. Ze zeggen dat ze Perfect Apples hebben gegeten, Stevie. Ja, ik ben niet doof. Maar er zijn er nog steeds een paar aan de boom. Laten we ze uitschakelen en dan de Perfect Apples pakken. Ons uitschakelen? Wat brutaal van jou. Nou, en ik wou nog wel eventjes helpen met jullie missie. Wat? Nou, jullie wouden toch weten dat je die Perfect Apples kan krijgen? Niks is makkelijker. Kijk! Kijk nou, wat Perfect Apples. Evelyn, ik vertrouw voor geen meter. Zie, wat denk je? Nou, kom op, pak deze appels en ga maar weer gauw terug naar jullie guild. Wat is het probleem? Ga je ze niet oppakken? En nou was ik nog wel zo lief en jullie aan het helpen. Je gaat nog een van je vuile trucjes gebruiken, of niet soms? Je houdt mij niet nog een keer voor de gek. Nou ja zeg! Ze zijn er niet voor gevallen, baas! Oh, dat is saai. Ik wist het! Het is een beetje teleurstellend dat jullie niet voor onze acteerkunsten zijn gevallen. Maar nou en, wat ga je er tegen doen dan? Het enige wat we kunnen doen... We slaan jullie neer en dan pakken we de Perfect Apples en dan gaan we terug naar de guild. Nou zeg, voelen wij ons niet sterk vandaag. Wanneer we onze eerste ontmoeting, dan was je echt aan het bibberen als een blaadje aan de boom. Het is waar. Ik doe terug in de stad. Zelfs nu ben ik een beetje bang. Maar ik zal niet nog een keer verliezen. Echt, nee. Ik blijf hier gewoon staan. Ik ga niet nog een keertje wegrennen. Als jij dat wil. Nou, speciaal voor jouw moed. Dan zal ik eventjes jullie aannemen. Weet je wat? Ik ga gewoon tegen jullie vechten. Eerlijk. Kijk uit, Stevie. Ze gaan iets proberen. Laat eens kijken of jullie hier tegen kunnen. Koffing en ik zal onze geweldige gascombo gebruiken. Eeuw, dat was smerig. Au, Stevie. Ik heb echt een smerige smaak in mijn bakkers nu. Ben je in orde, Stevie? Ja hoor. Oh, gelukkig maar. Oh jee. Ze zijn weggegaan zonder mij. We zijn bijna knock-out gegaan. Maar wat een stank. Het stinkt nou nog steeds. Eeuw. Maar waar zijn de perfecte appels? Oh nee. Nee, ze zijn weg. Hebben de pestkoppen ze nou allemaal? Als ze allemaal weg zijn, dan is er niks wat we kunnen doen.
kunnen niks anders doen. Laten we maar teruggaan. Oeps. Nee. Wat? Jullie hebben gefaald? Zijn jullie serieus? Oh nee, wat ga ik doen? Ik heb anderhalf jaar hierop gewacht. Oh, wat een paniek, wat een paniek. Serieus, wat moet ik nou doen? Het is niet onze fout. Het is omdat Skuntank en hen... Zwijg! Ik wil geen één excuus van jullie horen. Jullie laten me geen keus. Vanavond zullen jullie geen eten krijgen vanavond. Wat? Jullie hebben een hele belangrijke missie de steek gelaten. Jullie straf zou eigenlijk nog strenger moeten zijn. En ik wil niks meer van jullie horen. Jullie hebben me met een vervelende klus opgezadeld. Ik moet het tegen de guildmaster gaan zeggen. Daarna dat hij mijn rapport hoort, zal de guildmaster... Ik moet dit dan zeggen tegen de guildmaster na de lunch. En jullie zullen met mij meegaan. Als ik de guildmaster zijn vraag moet... Nee, jullie moeten met mij mee. Punt. Dat is een bevel. Waarom moeten wij achter Skuntank zijn achterwerk staan? Ik bedoel, geen eten krijgen, dat vind ik al erg genoeg. Maar dat wij ook daar moeten gaan staan? Laat ons gewoon op ons eigen plekje staan, weet je wel. Tot we gewoon ons voedsel krijgen en zo. Ik wil daar niet staan. Oh ja. Jullie hebben wat perfecte appels gebracht, of niet? Dank je. Er is een klein... Het is heel erg moeilijk om te zeggen, maar... Huh? Wat is het probleem? Nou, zie... Om heel eerlijk te zijn... deze leerlingen... hebben eigenlijk gefaald in hun missie om de perfect apples te brengen. En, dus om het maar in een andere woorden te zeggen. Oh, het is oké. Ik snap het. Het is in orde. Niemand wint altijd. Echt serieus, niet verdrietig zijn. Gewoon vrolijk blijven. Nou, Chatot, waar zijn de andere perfecte appels? Nou, zoals ik heb uitgelegd. Hebben gefaald, dus andere woorden, de perfecte appels. De aantal van perfecte appels die wij gevonden hebben, zal dus, is nul. Dus daarvoor hebben we dus geen enkele perfecte appel. Dus dat betekent, Guildmaster, dat je het eventjes zonder perfecte appels moet doen voor eventjes een tijdje. Ja, dat is wat het betekent. Guildmaster? Guildmaster? Oh nee, hij gaat huilen. Wow, deze hele plek is aan het schudden. Bedek je oren. Waarom? Geen discussie, doe het. Sorry dat ik jullie stoor, maar we komen even een perfecte appel brengen. Huh? Hier, een hele perfecte appel. Ik weet niet hoe vaak ik perfect heb gezegd, maar het is perfect. Zie het als een teken van onze vriendschap. Oh, wauw. Je bent gegaan en je hebt er een gevonden, gewoon voor mij. Jee, dankjewel vrienden. Vrienden, mijn stem is naar het huilen helemaal veranderd. Sorry jongens. Dank jullie.
wel, dat is heel vriendelijk van jullie. Dankzij jullie zijn we een catastrofe. Want we hebben die ontweken, daar ben ik heel blij om. Oh. Hey, jullie twee, stop met waar jullie mee bezig zijn. En laat jullie eventjes jullie dankbaarheid zien. Oh nee, het is in orde. Ik bedoel serieus, jullie guild is al heel erg vriendelijk en ja, is gewoon heel vriendelijk voor ons. Het is alleen maar recht dat wij proberen iets terug te doen voor alles wat jullie voor ons hebben gedaan natuurlijk. Ah, ik zie dat jullie echt de beste Pokémon ooit zijn. En om dat te laten zien, wil ik zeker dat jullie met onze expeditie meegaan. Nou ja, tenminste dat denk ik. Ik weet niet, vertel dat verkeerd, maar dat maakt niet uit. Jullie zijn inspirerend, dat zekers. Nee. Jullie zijn degene die ons inspireren. Tuurlijk, we kijken uit naar een expeditie. Het is laat nu, dus we gaan maar eens uit naar bed. Trusten, dus tot morgen. Dankjewel. Goed, wel trusten, vrienden. Oh, wat een vrienden. Dit is vermoeiend, jongens. Echt serieus. En ja, zo gaat het ook met live opnames. Je bent zo uitgeput van hier tot mijn ginder. Tijdens een opname. Maar goed. Maar baas, waarom echt hun helpen? Ik bedoel serieus, die perfecte appel geven op dat moment. We hadden eigenlijk moeten zien wat er gebeurde. Dat zou grappig zijn geweest. Ja, dat denk ik ook. Jullie denken niet strategisch. Waarom zijn we hier gekomen in de eerste plaats? Die expeditie, toch? Nou, de truc nu is dat wij Wigglytuff zo ver kunnen krijgen tot hij ons vertrouwt. Ah, ik snap het. Maar, dit is wel de beroemde guild en alles, dus ja, we moesten eerst heel voorzichtig zijn, maar echt serieus, het is belachelijk makkelijk. Wigglytuff is niks meer dan een grote huilende baby. Hij stelt helemaal niks voor. Waarom dat iedereen zo bang is voor Wigglytuff, weet ik veel. Echt serieus, ik sta voor een raadsel. Maar goed, in ieder geval. Als wij de treasure gaan vinden op die expeditie, dan knokken wij de guildcrew helemaal neer. En dan pakken we de treasure en dan gaan we gewoon gelijk weg met die treasure. Dit is geweldig. Dit is een geweldig plan. Skunks en Steams heeft ons alweer voor de gek kunnen houden. Niet soms. Het is goed dat Wigglytuff niet ons heeft opgeblazen. We hebben ook helemaal geen avondeten op. Ik heb honger. Sorry, ik weet dat jij ook honger hebt, Stevie. Wakker blijven, dat helpt niet echt veel. Laten we maar gaan slapen. Stevie. Oké, ik heb ook honger. Het lukt ons morgen wel. We pakken wel een Big Apple uit de storage morgen. De volgende ochtend. Waar gaan we dit? Het is ochtend! Oh, die heb ik al lang niet meer moeten doen. Goedemorgen, Stevie. Het zuist nog steeds in mijn oren. Nee, we gaan nog niet zeven. Goed, hierbij wil ik het heel eventjes gaan laten voor deze aflevering. Ik hoop dat jullie dit wel een leuk iets vinden. Een leuk concept dat we dus dit nou via livestreams gaan doen. Wil je zelf een keertje bij zo'n livestream aanwezig zijn? Klik op de link in de beschrijving. Daar hebben wij natuurlijk onze Discord en onze Twitch link staan. En op Twitch zullen de livestreams gehouden worden. En op Discord, daar krijg je heel snel een notificatie wanneer dat wij live gaan. Dus, denk ik altijd leuk om dat te doen. En ik hoop dat jullie dit heel erg leuk vinden. En dan hoop ik jullie allemaal te zien bij de volgende aflevering. Dus, voor jullie is het afgelopen, voor de Twitch-gasten nog niet. Ik hoop jullie te zien in de volgende video. Tot dan. Doei! Nep.